Hartelijk welkom bij de instructievideo over het afzetten van beplanting. Afzetten is een beheermaatregel waarbij je bomen of struiken in een houtsingel of in een bosje vlak boven de grond afzaagt, zodat ze daarna weer mooi uit kunnen groeien. Een beheervorm waarbij dit afzetten periodiek gebeurt, noemen we ook wel hakhoutbeheer. Hakhoutbeheer werd vroeger veel toegepast om aan je dagelijkse hout te komen, voor bijvoorbeeld de kachel, maar ook bijvoorbeeld voor het maken van een bezemsteel. Daarbij werd periodiek dit soort struiken vlak boven de grond afgezaagd en zoals je ziet loopt het vanzelf weer uit als een meerstammige struik. Zodra de takken in het bosje of in de houtsingel elkaar beginnen te raken, dan kun je beginnen met het afzetten. Op die manier krijgen ook de minder dominante soorten een kans om zich permanent te vestigen in het element. Wanneer je te maken krijgt met achterstallig onderhoud in een doorgeschoten bosje, zul je zien dat de dominante soorten snel de hoogte ingaan en hier onderin in de struiklaag zie je dat door gebrek aan licht en door verdrukking heel veel takken afsterven. Heb je te maken met zwaar achterstallig onderhoud en doorgeschoten bomen, ja, dan zul je echt wat rigoureuzer aan de slag moeten gaan en flaksgewijs beplantingen moeten gaan afzetten. Door flaksgewijs beplanting af te zetten, zorg je ervoor dat er weer voldoende zonlicht op de stoppers valt, zodat deze weer uit kunnen lopen. Wanneer je bijvoorbeeld je houtsingel verdeelt in 4 vakken, dan kun je iedere 1 à 2 jaar 1 vlak afzetten. Op die manier blijft er altijd iets staan van je singel, zodat er altijd bloeiende planten en struiken aanwezig zullen zijn waarin dieren kunnen schuilen, nestelen of op zoek kunnen naar voedsel. Wanneer je regelmatig in je bosje of in je houtsingel gaat zagen, dan krijg je vanzelf heel veel jonge beplanting, zoals je hier ook ziet. Ze zijn laag bij de grond afgezaagd, het loopt weer uit, waardoor je een mooie struiklaag krijgt. Verderop hebben we het nog niet gedaan en daar zie je dus duidelijk een hoogteverschil. En juist die gelaagdheid, die is heel waardevol in je landschapselement. Die gelaagdheid zorgt voor veel variatie binnen je landschapselement. Er ontstaan daardoor verschillende biotoopjes en dat is voor de biodiversiteit erg gunstig. Ook het verwerken van snoeihout tot takkenril en het laten staan van een overstaander heeft daarbij een gunstige invloed op de biodiversiteit. Goed gereedschap is natuurlijk hartstikke scherp, dus het is belangrijk dat je ook handschoenen draagt, een helm tegen vallend hout, een bril tegen zwiepende takken, een stevige broek en stevige schoenen. We gaan nou deze hazelaar gaan we nu afzetten. Dat doen we met deze pistoolzaag, is niet zo heel breed, daarmee kom ik makkelijk tussen de stammetjes. De juiste hoogte is ongeveer 15 cm boven de grond. Met deze zaag kunnen we er makkelijk tussendoor komen. Je begint hier vooraan op een plek waar je makkelijk bij kunt. En dan ontstaat er vanzelf ruimte om ook de andere takken in deze struik af te zetten. Daarbij moet de zaagwond een klein beetje schuin aflopen en mooi glad zijn. Kijk, hier kom ik niet zo makkelijk tussen met de zaag, wanneer we deze weg zouden willen zagen. Dus het is dan beter om eerst de binnenste weg te zagen, want hier heb ik wel de ruimte. Gebruik de hele zaag, lange halen